En serieus, Kevin, neem je me nu meer serieus? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar waarom niet? Je moet binnen. En jullie zeggen dat ik eruit zie. Amai. Als een secretaris, eigenlijk kan ik best wel goed zien. Vind je redelijk... Blende mol. Blende mol. Wie is dat? Ik dacht de wereld van de wereld. Is het ook echt een andere zonder bril, hè? Ja. Wat zat, hè? Maar hij ligt veel kleiner van de bril. Wat? Mijn hoofd. Amai, maar ik zie je beter met uw bril dan zonder een bril. Misschien heb je een bril nodig. Ja. En Noah woont alleen sinds vorige week. Alleen maar de vrienden. Ik heb geen lippen gezien. En valt het mee? Ik heb geen lippen gezien. En ook je ogen niet. Ze mist al haar mama. Heel de wereld. Ja, dat is waar. Dat is echt waar. Een boodschap voor mama. Een boodschap voor mama. Ik heb nu al een uitgebreide bril gevonden die ik normaal zien moet krijgen. Maar ze moet wel in kort nu in plaats van dat hebben. Dat vind ik wel echt ver. Als ik kijk naar mijn vlog. Weet je, ik heb meestal die zwarte bril. Hallo, dag mama van Noah. Ik heb een oude bril aan. Schap je dat? Je zet zo'n toek. Ik hoor mijn oor, mijn dingen. Ik hoor allemaal. En ik mag maar 4 keer per dag sprayen met dat ding. Kevin, moet even storen op de vlog. Ik heb die saus niet in de vlog getoond. Dus de hete oliesaus is klaar. Wat vind je ervan? Ik vind hem heel lekker, heel smaakvol. Ik zou hem zelf... Wat zou er dan veranderen volgend jaar? Spicier misschien. Nog spicier, hè? Ja. Denk je dat er een markt is voor een hete olie? Ik ging normaal gezien naar Burna Boy optreden in het Sportpaleis, maar Vitten heeft Night of the Proms georganiseerd op hetzelfde moment. En dat is toch wel misschien belangrijker dat wij Hooray en de mensen die komen, dat ik ook daar een goede dag ga zeggen. Maar ik ben dus vertrokken om 5:30 in Kortrijk. Het is nu momenteel 7 uur, begint om 7 uur. En ik sta vast in de Annie Cordy tunnel. Het is druk in Brussel. Ik ga normaal gezien om 7:15 toekomen, dus een kwartier te laat. Sorry. Er is ook een lift, hè? Ja, die weet ik namelijk van meneer. Wat? Daar, jongen. Echt, jongen. Hij gaat mij niet filmen nu, hè? Ja. Goed. Ik ben er.
Vincent, hoe loopt de avond tot nu toe? Heel goed, ja. De vraag is of ik het nog moet, hè. Jij moet nog presenteren, hè. Ja, inderdaad. Ja, ik zal dat wel doen. Gewoon even om af te sluiten, een kwartiertje. Ja, voilà. Ik ga gewoon zeggen, kort samenvat. En dan kan ik al het shine stelen van het twee ervoor. En dan houdt iedereen mijn samenvat. Het waren echt goede presentaties van Vincent en Thomas. En amuseer u? Ja. Ja, oké. Okay. Was het boeiend? Heel boeiend. Echt wel. Woensdagochtend, 8 uur. Kindjes afgezet op school. Heel goede Night of the Front avond gehad gisteren. En nu ga ik met Noah en Helena richting teamdag ergens in de velden, waar we weer een inside sessie hebben om het team te versterken. En Helena rijdt, dus ik kan wel achter op het gemak weg. Zalig. Is het oké dat ik van achter zet? Ja hoor, luxe bank. Run. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ziet ze? Goed. Ja. Rustje, ik verlang al naar het ontbijt weer. Ah, ja. Ik ben al hier. En dat middag heen. Want ik ben dus nog in staat om die kabel mee te nemen en dan... Hoe? Nou, mooi zijn, we komen allemaal gelijk aan. Ik dacht speciaal vandaag wel op, was het precies erop gedaan. Oké, bedankt. Maar ik had hem al in mijn tas. Ja, maar ik bedoel dat ik nu een breed vraag zie. Dank je. Alsjeblieft. Zeg Noëlusjes. Ja. Zot, hè? Ik ben in september, dus veranderd. Ja, ze is naar Kortrijk gewoon, hè. Okay. In een appartement. Maar ja, hij heeft dat niet. Zeg je eruit? Ja. Wat een zot. Een uitrusting. Om goed te kunnen voetballen hebben we coole tenues nodig, voetbalschoenen, scheenbeschermers, een harde bal en een goal. Werkpunten. Het is belangrijk dat ik steeds in vorm ben. Ah, nee, niet echt, maar het ligt niet aan jou, hoor. Ja, dat is die stress van jou, hè. Dat is toch niet zo aangenaam, dat ding? Wat dan wel. Moment. Voilà, dat is het resultaat. Deborah heeft mij de vorige keer gezegd, de volgende keer ga je mee naar het verzorgingsinstituut ELU om een gezichtshydro-iets te doen. En ik had er echt geen zin in, want ze heeft me een soort van verplicht. En, dus ja, het is gebeurd. Er is zo'n stofzuiger op mijn gezicht dat ik vond echt niet aangenaam. Vond echt niet aangenaam. Massage was erbij, dat is wel aangenaam, dat moet ik zeggen. Ik zat helemaal vast in mijn nek, nog altijd, maar goed. Maar niet leuk, en dan gaat ze me geen twee keer meer flikken. Oh jongens, toch. En ik was gestresseerd omdat ik veel werk heb. Dus ik lag de hele tijd aan denken, ik moet werken, ik moet werken, ik moet werken. Moeilijk, moeilijk voor mij. Boah. Wat doen we dan? We zijn in Twin zit. Ah, is dat? Ja,
Minds Club doet elk jaar een fundraising event waar er 1000 man op afkomt in de Expo Kortrijk. En we zijn alles nog klaar voor morgen. Het gaat de moeite zijn. Lukt het? 3 regen. Lukt zeker. Dat is video, hè? Ho, ik kwam al zeggen. Ah ja, oké. Okay. Dus het is een continu spannend. Dat je een beetje moet babbelen hebt. Anders ga je... Ah, merci. Het is vrijdag. Wat een dag weer. Ik heb de computer dichtgeklapt. Net nieuwsbrief verstuurd van de Jamies, omdat alle genomineerden zijn bekend. Je kunt vanaf nu stemmen. 170 genomineerden, het zijn er een stuk meer dan vorig jaar. Meer kans om te winnen. Jullie zouden mij fantastisch plezier doen door naar de website te gaan van de Jamies en te stemmen op de Jamies. En op 2 februari gaan we weer fantastische prijzen uitreiken. Top! Vrijdagavond ben ik Gullegem. Met een extra training, omdat de wedstrijden zijn niet afgelast, maar het is winterstop. Met Gullegem. Blijven ze doortrainen. Ook al was het een zware proevenweek voor Ray. Discipline. Februari, maar... Wil ik wat? Hoi, Santé. Even TikTok. Jari! Ga je mee? Ja. Kom. Rust.